Dat is een ver. Na de eerste twee uitzendingen wordt Tim in het land al getipt als winnaar. Maar voor het publiek zijn zegje mag doen, is het woord eerst nog aan het castingteam. Als het even kon, dan beleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan beleef ik nog een nacht bij jou. Dan zou ik zeggen dat op je wacht en dat de toekomst naar ons lacht. Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer: ik wil geen ander nooit meer. En nooit meer zal ik voelen wat ik voel voor jou. Ik hoop dat ik kan leven zonder jou. En ga nu maar, veeg je tranen weg. En onthoud heel goed dat ik van je hou. Van jou. Dankjewel, Tim. Ik heb het gevoel dat je, je op de hoge stukjes een beetje aan het smokkelen bent. Oh. Dan zing je ineens de melodie wat lager dan dat die is. En op het moment dat de noten echt hoog zijn, dan maak je hem heel kort. Dat je denkt, nou, daar ben ik er snel vanaf. Hebben we dat in ieder geval gehad. Dat vind ik wel jammer. Ja, dat is heel slim van je, maar dat gaan we niet intrappen. Ja, ik ben erin getrouwd. Ja, het hoge gedeelte ging misschien iets minder. Ja, je staat toch met zenuw op het podium, dus die hadden misschien net wel, net niet. Dus ja, het is nu echt aan wachten. Ja. Hij heeft duidelijk moeite met dit genre veel meer. Volgens mij heeft hij wel een beetje het verkeerde liedje gekozen. Hij wil wat vlotter uit de hoek komen, volgens mij. Maar zo vlot is het helemaal niet. Maar het, ik bedoel, Jean, hij blijft bij Nederlands. Ja. En dat, ik denk dat hij dat goed doet, want hij heeft een beetje een accent, maar dat is helemaal niet storend, vind ik. Nee, dat is helemaal niet storend. Accent. Goed dat jij het hebt. Nee, maar het is... Hij heeft totaal geen techniek. Nee. En de vraag is, kan hij dat leren?